Welkom bij Q&A van zaterdag 2 juni met een overzicht van het queernieuws van de afgelopen week. Bij de politie in Groningen komen steeds meer meldingen binnen van mannen die op een of andere manier betrokken zijn geweest bij seksfeesten waar sprake was van opzettelijke HIV-besmetting. Tot nu toe zeggen meer dan 10 mannen dat ze op de seksfeesten zijn gedrogeerd en daarna geïnjecteerd met HIV-besmet bloed. Gevreesd wordt dat dit aantal nog verder zal oplopen. 3 mannen uit Groningen organiseerden wekelijks seksfeesten waarbij de deelnemers via internet werden uitgenodigd. In de woning van een van de verdachten werden de deelnemers vervolgens gedrogeerd met onder andere GHB. Zonder dat ze dit wilden, werd er vervolgens onveilig geneukt en kreeg men het bloed ingespoten van de HIV-geïnfecteerde verdachte. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de mannen van zware mishandeling met voorbedachte raden. De maximale straf die kan worden opgelegd is 16 jaar. Mannen die denken risico te hebben gelopen, wordt aangeraden contact op te nemen met de GGD. Van 6 tot 8 juni komen in Heiligendamm, Duitsland, de G8 bij elkaar. Het informele overlegforum van de 8 economisch meest machtige landen ter wereld. Onder de demonstranten tegen deze top bevindt zich ook een grote groep queers. In de kampen waar de activisten verblijven is ook een queer-afdeling, de zogenaamde Queer Barrio, ingericht. Deze Queer Barrio biedt een plek voor alle queergroepen die zich inzetten voor een betere wereld. Er wordt onder andere een tegentop georganiseerd in Rostock en er zijn plannen om de toegangswegen tot de vergaderplek van de G8 met blokkades te versperren. Als je betrokken wilt zijn bij deze actie, kijk dan op queersagainstg8.blogspot.com. Ondanks een verbod van de burgemeester van Moskou heeft een groep van circa 100 Russen en Europese politici afgelopen zondag een poging gedaan tot het houden van een demonstratie voor homorechten. Dit leidde tot een veldslag met extremistische tegendemonstranten en politie. De deelnemers aan de verboden Pride werden aangevallen en verwond door de tegendemonstranten, waarna de politie op niet zachtzinnige wijze zo'n 40 deelnemers van de Gay Pride arresteerde. De extreemrechtse tegendemonstranten werden door de politie met rust gelaten. Minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken vindt het optreden van de Russische autoriteiten onacceptabel. Hij heeft de Duitse voorzitter van de Europese Unie gevraagd Rusland hierover op de vingers te tikken en zal zelf de Russen via de ambassade om opheldering vragen. Politici uit verschillende landen roepen de Europese leiders op dit voorval aan de orde te stellen bij de Russische president Vladimir Poetin tijdens de G8-bijeenkomst in Heiligendamm. Een meerderheid in de Tweede Kamer blijft erbij dat een wetsvoorstel over adoptie door homoparen voor het zomerreces moet worden behandeld. Minister Heers Ballin van Justitie heeft de Kamer niet kunnen bewegen tot uitstel in afwachting van advies dat hij wil inwinnen. De Kamer heeft er geen bezwaar tegen dat Heers Ballin een adviescommissie in het leven roept. Een brief van de regering waarin de onderzoeksopdracht van de commissie uiteengezet wordt, zal binnen een week naar de Kamer gestuurd worden. Het uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat homo en lesbiennes in een relatie beide formeel de ouders kunnen worden van een kind. Nu kunnen alleen 2 personen met een heteroseksuele relatie juridisch ouder worden. Ahmed Marcouch, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam voor de Partij van de Arbeid, is woedend omtrent het incident waarbij 3 jongens van Marokkaanse afkomst een 38-jarige homo mishandeld hebben en hem vervolgens 2 uur hebben laten zwemmen in de vijver van het Rembrandtpark. Marcouch erkent dat de overlast toeneemt en spreekt van een groepje verschrikkelijke etterbakken die af en toe voor dit soort drama zorgen. De Amsterdamse politie start een diepgaand onderzoek. Zij wil nagaan of er sprake is van discriminatie of haat en roept mensen op die ook zoiets hebben meegemaakt om aangifte te doen. Ook het COC Amsterdam roept inwoners van Amsterdam op alle incidenten te blijven melden bij politie en meldpunt discriminatie. Teletubby Tinky Winky, degene die met de roze driehoek op en zijn kop en een handtasje, heeft geen negatief effect op de psychische ontwikkeling van kinderen. Dat concludeert de Poolse ombudsman voor kinderrechten Ewa Sowinska. Zij zegt gerustgesteld te zijn door een vooraanstaand seksuoloog. Afgelopen week kondigde Sowinska nog een diepgravend onderzoek aan naar de serie.
Ze vreesden dat het kijken naar de Teletubbies aanzet tot homoseksualiteit en dreigde de Britse peuterserie van de buis te halen. Het Teletubbie-onderzoek staat niet op zich. De Poolse regering wil maatregelen nemen om de promotie van homoseksualiteit onder Poolse kinderen te voorkomen. Om dit te realiseren ijvert de minister van Opvoedingszaken voor een wet die homoseksuele propaganda op scholen strafbaar stelt. Verder wil de regering homo's verbieden om een functie uit te oefenen waar zij veel met kinderen werken. Tot slot van deze Q&A nog enkele uitgaanstips. Vanavond in de Sappho Rediscovery, dat is de maandelijkse gay en mixed night met DJ Rob, Robert, Ingo en Jaap. En het is in de Vijzelstraat 103. Hey Party Rats, let's go down the drain is vanavond het thema van de multisexy in Club 80 aan het Rembrandtsplein. Met onder andere de Belgische fanclub DJ's Pascal H. en Rentboy kan je daar tot 5 uur vannacht terecht. Woensdag 6 juni de maandelijkse Gay Classics in Pathé de Munt in de Vijzelstraat. Deze maand de film Circuit, een drama waarin een jongen wegzakt in de party scene van LA. Vol glitter, glamour, muziek, spieren, drugs en seks. Have you ever considered relocating to an environment more compatible with your lifestyle? Welcome to a whole new chapter in your life. My family. It's a gay man's super bowl. People pinpoint drug addiction on the circuit part. You really an ex-con? Let me introduce you to the team. See a fourth man. I only have sex for fucking money. Hooker! You're only young and beautiful once, baby. I don't like women. Or ugly men. Lay down. And the ones that mother gives you don't do anything at all. You're way too old. They need to have sex with me. What are you doing? We have to talk. I don't do anything I don't want to do. I'm not ashamed of my life. When the men on the chessboard let a man tell you where to go, and you just had some kind of mushroom, you ain't. So what does that make you? I guess one of them. Om 8:30 is er ontvangst met een welkomstdrankje en na afloop voor elke bezoeker een gratis tweede drankje in Café April. Alvast zaterdag 9 juni, Club Trash is back. De strikte dresscode is leather, rubber, uniform, army, skin of sportswear. Begint om 10 uur in het partycentrum aan de Jan van Galenstraat 24. Kijk voor meer informatie en de uitagenda op onze website mvs.nl. Tot zover deze aflevering van Queer in Amsterdam. Blijf nog kijken naar MVS. Ga je er nog uit, have fun. Ga je er nog in, do it safe.